is het toch? Alle magisch, hè? En de hormonen. Dat is een tranen van geluk noemen. Ja. En weet je, als ik naar Julia Roberts had geweest, had ik wel in de camera gekeken, want die had zo beeldig. Nou, maar weet in ieder geval, zeg maar, dat dit nu hier ligt. Alles gaat via de officiële website. Nee, ik heb er geen mee. Ze krijgt het nu niet meer. Nee. Ja, dat zijn volgens mij de leukere verrassingen, denk ik, hè? Ja, dat kan je zeggen, zeker. Ik ben helemaal ontroerd ervan. Ik heb mijn bril op, sorry, want ik ben nou eenmaal niet Julia Roberts, die de beeldig staat te huilen. Dus mascara is helemaal doorgelopen. Oké, nou, goedemorgen allemaal. Welkom. Dit is de briefing voor de actiedag van onderzoek 13 Reardon. Het is een onderzoek wat zich richt op de heling van de sieraden die afkomstig zijn van de inbraakwoning in PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ja, er waren tips binnengekomen bij politie, maar ook bij de Telegraaf, bij John van Heuvel. Op basis van die tips zijn wij gaan zoeken of we bij adressen goed konden komen in verband met de diefstal van de juwelen in de woning in de PC Hoofdstraat bijna een jaar geleden. En op basis van die informatie zijn we een aantal locaties binnengegaan, een aantal woningen. En bij een van die woningen, in een berging van een van die woningen, hebben we een gedeelte van de sieraden en horloges teruggevonden die kennelijk afkomstig zijn van het slachtoffer. Ja, prima. We hebben ze volgens mij. Ja, dit is het. Er is maar een deel helaas teruggevonden. Zijn jullie nog op zoek naar de rest? Uiteraard. We willen graag meer informatie. En misschien op basis van wat we vandaag hebben aangetroffen, in combinatie met meer informatie, dat we ook nog bij de rest kunnen komen. Dat hopen we natuurlijk, speciaal voor het slachtoffer in dit geval. Wat kunnen de mensen verwachten die op het adres woonden waar deze spullen gevonden zijn, deze sieraden? Want het is natuurlijk heling. Ja, er zal zeker nog verder onderzoek komen en dat betekent ook dat we deze mensen zeker aan de tand zullen gaan voelen. Ik zag gewoon helemaal bibberen. En vanmorgen belde Jeffrey, de recherche, en John vanuit de andere kant van de wereld. En ik kon gewoon helemaal niks zeggen. Ik zei van, ik kon alleen maar huilen. Ik zei, ja, het is een stortvloed van tranen en emotie en geluk en blijheid en... Ja, waanzinnig. De insteek is van ons altijd al geweest om die sieraad terug te krijgen en niet het geld. Ik hoop dat de mensen die zien wat een emotie het opwekt, die denken bij zichzelf van oké, ik geef een tip, doe een anonieme tip. En als het klopt dat het geen terecht komt, dan krijg je daar gewoon procenten van hetgeen wat het op moet brengen van. En natuurlijk, niets is voor niets. Ik begrijp dat ook heel goed, maar ik hoop ook dat je begrijpt dat het niet alleen het geld is, maar dat dus duidelijk de emoties die er aankleeft. Graag gedaan. We zijn nu helemaal.